Bon, dit was april niet zo plastic vrij. Dit is denk ik van een kleine maand of zo. 3 weken van mij en mijn huisgenoten. Dus ik vind dat nog niet heel slecht, maar ja, in mij moet het beter. Te doen met mij plastic vrij moet ik natuurlijk eerst wel weten wat het inhoudt. Want ik vermoed dat het toch niet betekent dat ik niks van plastic meer mag gebruiken in mijn leven. Bijvoorbeeld mijn plastic waterbeker waaruit ik altijd kraantjeswater drink. Oké, dit gaat niet mogen. Maar ik heb dat gekregen. Dus dat telt niet. Ik heb dat niet gekocht dan. Oh ja, hashtag reclame. Neem altijd een herbruikbare koffiebeker mee. Ah ja. Dat vind ik wel een goeie. Dat moet ik dan wel eerst nog gaan kopen. Weiger plastic rietjes. Drink uit het glas voor een herbruikbaar rietje. Drink kraantjeswater en neem steeds je herbruikbare drinkfles mee. Doe ik al. Goedemorgen. Ik ben hier nu bij Q Music. En normaal gezien nam ik altijd water uit de sip. Wel, fontein. Je kent dat wel met van die plastieke bekertjes. Maar ik heb mij nu sinds kort een roestvrij stalen drinkbus besteld. En dan kan ik die gewoon vullen in plaats van anders wel een keer of 5 per dag naar die sipwel te gaan en steeds nieuwe bekertjes te pakken. Dat is alweer heel veel wegwerpplastic. Nee, dan moet je nog vastkijken. Ik sta op het punt om te vertrekken, om boodschap te gaan doen. Plasticvrij boodschappen natuurlijk. Ik heb ervoor een kabas gemaakt. Vol herbruikbare potjes. Met die kabas ga ik nu naar kabas. Iets anders heel makkelijk om te doen is als je naar de supermarkt gaat in plaats van in die plastieke zakjes die je daar vindt, je fruit en groente kopen. Ik ben net geweest, kijk, van die katoenen zakjes of stoffen zakjes kopen. Dat is herbruikbaar, je kunt dat wassen als dat vuil is. En ook alweer veel beter. De boodschappen zijn gedaan. Ik heb niet heel veel gekocht, want ik had niet zoveel nodig. Maar wat ik heb gevonden, champignonnetjes zonder plastieke verpakking. Veel amandelen gekocht. Voor noten en zo vind ik zo'n verpakkingsvrij winkel echt het allerhandigste, omdat je dan zelf kunt kiezen hoeveel je wilt. En in de supermarkt komt dat meestal in zo'n kei grote verpakkingen. Een herbruikbare koffiecup van maar 5 euro. Daar ga ik de komende maand mijn koffietjes mee drinken op het werk. In de supermarkt en in plaats van alles in plastic te kopen, glazen, flessen voor het drinken, is goedkoper in aankoop. Ik krijg nog geld terug, telkens dat je het binnenbrengt. Een bonnetje. En sowieso beter voor het milieu natuurlijk. En nu nergens tegenrijden met mijn kar. Volgens de dame van Kabas bestaat plantaardige melk dus niet in glazen flessen. En ik drink altijd sojamelk in mijn koffie. Dus ga ik dat proberen zelf te maken. Door amandelen te weken en dan met water en dadels en zout in de mixer te gooien. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden, maar ik moet ze dus nu eerst 10 uur laten weken. Voilà, dit is het voorlopig geworden. Maar nu is het dus zo een beetje een papperig dingetje. Dus ik moet het nog zeelen. En ik hoop dat dan de brokken eruit gaan. Want de brokken in mijn koffie, dat zie ik zo niet zitten. Oké, dit is echt het zieligste resultaat ooit. Dat is alles. Iets anders waar ik eigenlijk zelf nog niet echt bij stilgestaan had, is hoeveel tandenborstels wij per jaar gebruiken. En ook weer wegwerpen, wegwerpplastic. Dus ik heb mij net een houten tandenborstel besteld. Ik heb die ook in bamboe. En ik heb mij ook tandpasta op een stokje besteld. Ik heb het zelf nog nooit gebruikt. Dit is een mix van muntolie, er zit wat kokosolie in, water en allemaal natuurlijke producten. En dus vooral geen microplastics, want in normale tandpasta zitten ook microplastics, hele kleine deeltjes plastic, die op zich wel een schurende werking hebben. Dus goed voor de tanden, propere tandjes te krijgen, maar niet zo goed als je dat daarna terug uitspuwt. En dan komt dat weer in de rioleringen terecht. Ik heb op pakje gelezen dat je het blijkbaar onder wat warm water moet houden en er dan zo tegen wrijven. Het is een experiment ook voor mij, maar voilà. De conclusie van het experiment, mijn koffie is lekker, dus de melk is goed, maar
Het was te veel moeite en ik heb er echt bijna geen melk aan overgehouden. Bij Kabas hadden ze wel een toestel ook om echt plantaardige melk mee te maken. Wat dat volgens die mevrouw van Kabas wel veel makkelijker is. Dus als je daar echt van plan zou zijn van oké, ik wil echt mijn plantaardige melk zelf maken, dan zou ik dat wel kopen. Mijn plasticvrij loopt op zijn einde. Tijd voor een conclusie. De conclusie is dat het heel moeilijk en tijdsrovend en een beetje geldrovend ook is om anno 2018 plastic volledig uit je leven te schrappen. Wat wel heel makkelijk is, is eigenlijk gewoon een paar kleine dingetjes veranderen. Herbruikbare tassen meenemen naar de supermarkt. Geen plastieke zakjes pakken bij je groenten en fruit. Rietjes weigeren. De herbruikbare koffiebeker. Herbruikbare waterfles. Er zijn veel kleine dingen. Als iedereen die kleine dingen al zou doen, zou dat al veel verschil maken, denk ik.